Spiering is een stukje vlees uit het schouderstuk van het varken. Het bevat heel wat vetlaagjes die ervoor zorgen dat het vlees lekker sappig blijft. Ideaal dus om te verwerken in een eindpansgerecht. Het vlees hoeft niet zo lang te garen, dus we beginnen met de quinoa. Die spoelen we vooraf goed onder koud water. Zo spoel je het laagje weg dat er rond zit en dat een bittere smaak geeft. Omdat de zaadjes zo klein zijn, gebruik je hiervoor het best een heel fijne zeef. Daarna koken we de quinoa 20 minuten afgedekt gaar in groentebouillon. Terwijl de quinoa op het vuur staat, beginnen we aan ons eenpansgerecht. We maken het onszelf extra makkelijk en gebruiken diepgevroren champignonschijfjes. Het snijwerk kunnen we dus al overslaan, we hoeven ze alleen nog te bakken. Dat doen we in verschillende keren, zodat de pan niet te vol ligt en je de champignons goed kan bakken. Haal elke portie telkens uit de pan. Als je alle champignons gebakken hebt, neem je de stukken vlees erbij. Die bakken we ongeveer 2 minuten aan elke kant mooi bruin. We doen dat in wat gesmolten boter, maar wel in dezelfde pan. Dan doen we alle champignons bij het vlees samen met wat groentebouillon. Voeg er ook nog wat zure room en fijn gesnipperd knoflook aan toe. Nu laten we het gerecht 5 minuten sudderen tot het vlees gaar is. Ziezo, dat zit er weer op. De quinoa, de spiering en de champignons liggen op het bord. Alleen nog wat afwerken met grof gehakte peterselie en we kunnen aan tafel. Een pittige rode Rhônewijn met fruitige en kruidige aroma's, zoals deze van Louis Bernard, past perfect bij eenpansgerechten met vlees. Smakelijk! Ontdek nog meer lekkere en originele recepten op onze website en volg ons ook op Facebook voor extra tips en inspiratie.